In Nederland kan je ons werk nog echt ontdekken. Dus wees er als de kippen bij, ja. Hè? Want dan heb je iets nieuws ontdekt. Dat gezelschap dat al 21,5 jaar bestaat. Ja. Mijn naam is Caroline de Blazer. Ik speel welterend goed. Ik maak mee de voorstellingen. Ik ben al heel vaak op tournee ook degene geweest die dan de kostuums uit de kleedkamer haalt om de andere acteurs te lui zijn om die terug aan de kapstok te hangen. Mijn naam is Angelo Thijssens. Ik heb een pitje op Tegen de Zon. Ik speel in heel veel voorstellingen van Ontroerend Goed. Ik maak die ook mee. Wij zijn er allebei niet bij van in het begin. Hè. Wij zijn niet de founding fathers en mothers van Ontroerend Goed, maar wel al lang deel van het artistiek team. Alles werkt nog. De spots branden nog. De vestiaire is waarschijnlijk nog verlicht. In het café speelt er muziek. Het bier wordt koel gehouden. Die televisieschermen boven de bar maken nog reclame voor wat er komen gaat. We zouden het werk van Ontroerend Goed omschrijven. Het is altijd... Oh man, dat is echt moeilijk. We hebben twee heel grote pistes waarop we inzetten op vorm. Dat zijn ofwel voorstellingen die participatief zijn, waarbij dat je als toeschouwer echt deelneemt aan het concept. En andere voorstellingen waarbij dat we u gewoon met rust laten en je mocht kijken. Maar die voorstellingen hebben altijd ofwel een heel grote reflectie, vind ik, op wie we zijn vandaag de dag als mens, hoe we in de wereld staan, wat de problemen zijn van vandaag de dag. Maar dat kan evengoed gaan over een reflectie op jezelf. Ik denk dat niemand Ontroerend Goed was, maar toen ik zelf nog voorstellingen maakte, dat was de eerste keer dat ik buiten België speelde, in de brakke grond. En dat was toen zo een grote mythische plek om naartoe te gaan. En eigenlijk nog steeds, want ik denk dat dat ongeveer de enige plek in Nederland is waar wij zo reeksjes spelen. In België hebben we uiteraard onze vaste plekken waar je zo een paar dagen staat. Maar ik denk dat de brakke grond de plek het meest dichtbij is waar je zo een paar dagen speelt. Waardoor mensen van avond 1 al vertellen aan andere mensen en dat die dan op avond 3 kunnen komen kijken, zodat je echt het gevoel hebt van een soort reeks. In Nederland kan je ons werk nog echt ontdekken, dus wees er als de kippen bij. Ja. Hè? Want dan heb je iets nieuws ontdekt, dat gezelschap dat al 21,5 jaar bestaat. Ja. Maar in Nederland loopt het niet storm voor ons. Geen idee waarom. Staande ovatie, dat doen de Nederlanders wel. Ja, die staan sneller recht. Ja, misschien hebben die sneller kramp. Ja. Die zijn ook echt groter. Dus dat is een beenruimte, misschien heeft het daar iets mee te maken, maar die staan al wel eens vaker recht op het einde. Ja. Ja, dat is wel de eerste keer als je in Nederland speelt en mensen staan recht bij het applaus, denk je wel, oh my god, die vinden dat echt goed, maar die doen dat gewoon sneller. Die zijn het met mij eens dat dit een meesterwerk is. Vlamingen blijven gewoon zitten, tof is, ook al is het geniaal. Ja. Maar... Mesdames, messieurs. Ik denk wat wel anders is dan in Amsterdam spelen, is die stad, en zeker als je dan ook nog logeert in de brakke grond, dan zit je echt zo in dat centrum. Ja. En dan voel je wel als je buiten komt dat die stad echt niks te maken heeft met die voorstelling die je net hebt gespeeld. Ik vind dat wel leuk. Ja, ik vind dat zot. Ik vind dat ook zo'n zot om dan echt zo in dat centrum te slapen, met oordoppen. ja, zo'n stad die echt ook niet slaapt. Hè. Maar dat toeristisch centrum en daar dan zo invallen met theater. Ik vind dat wel leuk. Ik vind dat wel een leuke clash. Zo. Hi. That was the beginning of Every Word Was Once an Animal. Is a show by Ontroerend Goed. About Bas, Caroline, Sean, Aaron, Emma, Charlotte, Nolan, Gaston, Aaron. Every Word Was Once an Animal is een voorstelling die binnenkort. Oh, wat kan het publiek verwachten? Ze mogen rustig blijven zitten, we gaan ze niet lastigvallen. Ja, het zit in categorie 2. Ja, dus het is gewoon zitten en kijken. En zwijgen. Of reageren. Het is een voorstelling die gaat over... 5 acteurs. En de waarheid. Ja, en de waarheid. En een hele goede scène met doeken. Ja. Ja. Voilà. Het is glashelder toch, hè? Als dat nu niet uitverkoopt, dan weet ik het ook niet.
So, welcome.